Het is bijna Pasen en veel mensen kunnen genieten van een lekker lang weekend. Daarbij hopen we natuurlijk met z'n allen een beetje op mooi weer. Zoals hier ook zaterdagmiddag in het westelijke puntje van Gelderland. Zaterdagochtend kwam daar nog mist voor, maar in de loop van de ochtend kwam die blauwe lucht tevoorschijn. En ook tijdens de paasdagen hopen we natuurlijk op die blauwe lucht. Het is traditiegetrouw een beetje de start van het campingseizoen op de Waddeneilanden. Zoals hier op Texel zochten de eerste campinggasten hun plekje alweer op. En ook de start van het festivalseizoen met Paaspop in Brabant. En voor al dat soort activiteiten is droog en zonnig weer natuurlijk wel heel erg wenselijk. En dan heb ik op zich goed nieuws, want vooral eerste paasdag ziet er nog mooi uit. Zaterdagochtend hadden we dus met mist te maken. Dat trok op en daarna kwam er vanuit het noordoosten wel wat bewolking onze kant op zetten. Maar dat viel allemaal nog mee, want we bevinden ons aan de flank van een hoge drukgebied. En dat drukt alle wisselvalligheid nog even weg, maar daar gaat op tweede paasdag verandering in komen. Vanuit het westen neemt eerst de bewolking toe en in de middag schuift vervolgens deze regenzone over. En de wind gaat ook behoorlijk aantrekken. En ook na de paasdagen. We zien de westelijke stroming in de isobaren terugkomen. En dat staat toch wel voor flink wat wisselvalligheid. Eerst eventjes naar die eerste paasdag in de weersymbolen op de weerkaart bekijken. Zondagmiddag flink wat ruimte voor de zon. Af en toe wat wolkenvelden. In de middag komen ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. In het noorden van het land is een kleine kans op een licht buitje. Zal allemaal niet al te veel voorstellen. Maar misschien daar dus wat gedruppel. In de rest van het land blijft het droog. En de temperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noorden tot zo'n 16. Misschien net 17 in het zuiden van het land. Weinig wind daarbij, zwak tot matig uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting. Nou, op tweede paasdag komt dan die weersomslag. Vanuit het westen gaat dan in de ochtend al de sluierbewolking toenemen. Krijgen we een beetje zo'n waterig zonnetje te zien. En in de middag volgt vanuit het westen dus op steeds meer plaatsen regen. De wind draait naar het zuiden, die trekt wat aan, maar met die zuidenwind wordt nog wel hele zachte lucht meegevoerd. Dus in de middag staat er gewoon nog 14 tot 16 graden op de thermometer. Maar voor activiteit op tweede paasdag kun je dat beter nog in de ochtend doen. Maar vooral eerste paasdag belooft droog en flink zonnig te worden. Dan wens ik u fijne paasdagen.